Mijn moeder is van Duitse afkomst. Mijn vader is van Hollandse afkomst. Mijn moeder is eigenlijk katholiek van Oriënte. Mijn vader is protestants. Eigenlijk een broedplaats voor een groot avontuur. En dat avontuur heb ik uiteindelijk ook gekregen. Ja, het was inderdaad zo dat er dus twee demonstraties waren gepland. Ik geloof dat de 20e er een demonstratie stond gepland van Black Lives Matters. En de 21e een demonstratie stond gepland van mensen die andere gedachten hadden over wat er speelde op dat moment. En je hoort al dat ik het woord eigenlijk niet noem. Ik kan wel zeggen Black Lives Matters. Maar ik kan eigenlijk die andere kant kan ik niet goed verwoorden. Want dan ben ik heel bang dat dit filmpje weer uit de lucht wordt gehaald. Dus ik ben er heel voorzichtig mee met wat ik zeg aan die kant. Maar ik kan wel zeggen dat ik een vlog heb gemaakt over Black Lives Matter. En die twee verhalen waar ik het heel frappant vond dat de ene manifestatie wel door mocht gaan en kon gaan, ondanks dat er allemaal maatregelen waren. En de andere manifestatie die was bij voorbaat al verboden. Daar maakte ik een vlog over, vol verbazing. Mezelf niet beseffen dat ik een kleurtje heb. En dat ik eigenlijk dus kort zeg van, hé, wat raar dat mensen met een kleurtje en die zich daarvoor hard maken wel mogen manifesteren, demonstreren. En mensen met een ander kleurtje en misschien ook een ander thema. Dus dat snap ik nu achteraf ook, want het zijn twee andere thema's. Maar op dat moment dacht ik van, joh, het is een recht, het is een vrij recht. Waarom conflicteert dit met elkaar? En ik maakte daar een vlog van. En die vlog die ging viraal. En ja, zo begon eigenlijk dit stukje van het verhaal. Ja. Waarin een heleboel van mijn jongens en meiden, want zo noem ik ze altijd, een heleboel van de arbeiders, een heleboel van de mensen die wellicht niet in een gouden wieg zijn geboren, een heleboel van de mensen die wel weten hoe het leven in elkaar zit, zonder dat ze al hun problemen af kunnen kopen of wat dan ook. Een heleboel van die mensen die sloegen ineens op til. Die zeiden, maar wacht eens even. Er klopt hier iets niet. Ik had nog geen flauw idee. Ik dacht gewoon puur statistisch. Normaal gesproken heb je drie mensen, vier mensen die zeggen, ja, hey Stan, er klopt iets niet. En de rest die zeggen, ja, het zal wel weer of dit of dat. Die periode waren het er opeens 9 mensen van de 10 die zeiden, er klopt iets niet. Dat was voor mij echt uniek. Ik heb nog nooit zoveel van mijn eigen mensen in opstand zien komen. Zonder enige twijfel had ik hun rug. Ik heb mij nooit afgevraagd wat de nucleaire en allemaal van die kleine sputtertjes en de kapjes en noem maar op. Ik heb me daar helemaal nooit druk om gemaakt. Waar ik mij druk om heb gemaakt, dat zijn twee dingen. Eén is dat mijn jongens en meiden op hun achterste poten stonden. Twee, dat was dat het allemaal door mij, maar ook door u, jou, strot werd gedrukt. Je mag links vinden, je mag rechts vinden, ook al zijn het twee vleugels aan dezelfde vogel, dus een slecht voorbeeld. Dus je mag een mening hebben hier of je mag een mening hebben daar. Maar dit was inderdaad totaal anders. Iedereen werd compleet tegen elkaar opgezet. Sterker nog, hebben ze het voor elkaar gekregen dat zelf gezinnen, relaties, huwelijken niet meer wisten hoe ze hier met elkaar uit konden komen. Ik dacht, dit is totaal misboel. Dat zijn onze vrijheidsstrijders. Schaam jullie zelf. Jullie waren er niet. Jullie waren er niet toen hier twee keer een AT-team binnenviel. Jullie waren er niet toen ik beschuldigd werd van een criminele organisatie, van banden hebben met terrorisme. Jullie waren er niet om al die boetes te betalen. Jullie waren er geen enkele manier. De enige mensen die er waren, Danny, dat zijn de mensen die je dus niet hebt horen schreeuwen. Is dat ik de laatste jaren het gevoel heb dat ik niet meer mezelf mag zijn. Ik wil mezelf zijn. Ik wil ook net zo kunnen zeiken als een Nederlander, kwaad kunnen worden als een neger. Weet je wel, ik wil gewoon weer terug naar mezelf. En doordat
leiderschapverhaal. En daar kwam helemaal het begin, die beroemdheid, oh kijk mij, dat de ego, zoals sommige mensen dat noemen, kon ik gewoon niet met mezelf zijn. En dat mis ik gewoon heel erg, want ja, ik ben gewoon ik. En ja, je kan er tegen of je kan er niet tegen. En ja, eigenlijk boeit mij niet zo heel veel dingen wat, behalve wanneer je je Angela bent en ik jou ja, zie sterven bijna op straat en dat soort dingen. En mensen lopen er langs en iedereen, niemand die kijkt er naar om. En dat ik zeg van, ja, wij gaan naar huis. En hoe bedoel je wij gaan naar huis? Nou, precies zoals ik het zeg. Spullen pakken, let's go. En nu is er 2 maanden clean.